IFM richt zich in 2012 tijdens hun jaarlijkse feestje Serious Request op baby's die ieder jaar onnodig sterven. De aftrap voor de grote geldinzamelingsactie werd onder andere gegeven in Popcentrum 013. Gerard Ekdom presenteerde daar een programmaatje dat op donderdagmiddag maar matig werd bezocht. Tijdens zijn act vroeg hij aandacht voor een stille ramp die wereldwijd elk jaar 5,5 miljoen slachtoffertjes maakt. En het gevolg is van een gebrek aan medische zorg en begeleiding. 5 kilometer verderop in Tilburg wordt ook dagelijks gestreden om kindersterfte tegen te gaan. Het Elisabeth Ziekenhuis. Wij proberen natuurlijk ook gezonde baby's op de wereld te krijgen. Een gezonde moeder en gezonde uitkomst. Daar doen we net iets harder ons best voor door heel goed samen te werken. En ja, vandaar de link ook met Serious Request met de babysterfte. In de hal van het ziekenhuis is een stand opgericht waar medewerkers zich kosteloos kunnen inzetten voor de actie van Serious Request. Er is ook al 2000 euro opgehaald in zeer korte tijd. Onze matroeska's kunnen gekocht worden, onze mooie keycords kunnen gekocht worden, maar ook een beschuit met muisjes of koekjes. Maar ook zonder iets meer te mag je natuurlijk ook doneren. Medewerkers gaan ook actief met de collectebus rond en vinden vooral bij ouders met kinderen een gewillig oor voor de actie. Bijdragen aan de actie kan ook op andere manieren. Als je naar de website gaat van Serious Request en je kijkt op Livive, dan kun je gewoon doneren. Of je komt hier in het ziekenhuis ergens, doneer je wat in de bus waar we mee collecteren. Of je biedt op een actie die wij doen, bijvoorbeeld die massage. De actie wordt binnen het ziekenhuis gecoördineerd door Livive. Een samenwerkingsverband tussen gynaecologen, verloskundigen en het Elisabeth Ziekenhuis. We hebben als streefbedrag 5000 euro opgeschreven of aangemeld. Inmiddels zitten we ruim boven de 2000 euro. Maar eigenlijk willen we natuurlijk boven die 5000 euro uitkomen.